Shaman Tuck. Can you help us rescue him? It is urgent. He has our tickets to tonight's hockey game in Colossus Valley. If you get on the... The ice... If you get on the catapult, we'll have you across the chasm. Whole area. For you to cross this bridge for a small fee.
Daar ben ik dan. Ja, ik was er wel, maar nu in Mad Voice. Maar we verder gaan met Spyro 2. Ik dacht van misschien moet ik maar verder gaan met Final Fantasy 9. Maar op dit moment heb ik daar niet tijd voor. Ik kan een uurtje grinden, maar dat is ook weer zoiets. Dus ik denk dat ik heel binnenkort maar weer even een mini-marathon Final Fantasy 9 moet gaan plannen. Want in 12 uurtjes maak je wel degelijk progress. In ieder geval, als het dan niet lukt, dan moet ik me helemaal ophouden met het spel. Welkom terug, Princess Angel. Nou, dat ging goed. In één keer goed. Alleen nog even terug om de laatste diamantjes te pakken. En dan is het de zoveelste level 100%. Want mijn doel is om elk level 100% uit te gaan spelen. Inclusief de vele secrets. En dat zijn er behoorlijk wat. Maar het moet te doen zijn. Als het me op 8 jaar geleefd of wat dan ook. Wanneer het ook was, wanneer ik dit spel voor laatst speelde. Als het dan lukt, dan moet het nou ook wel lukken, lijkt me. En daarmee gezegd, ja, het is ondertussen een hele tijd geleden dat ik dit spel heb gespeeld. Het verbaast me dat ik tot nu toe zo goed als alles nog weet. Ik had toch wel verwacht dat er een flinke memory leak tevoorschijn zou zijn gekomen, maar dat valt reuze mee. Behalve omdat ik nou niet weet waar de laatste 12 diamanten liggen. Maar ik denk dat die ergens moet zijn. Helemaal gevonden. Plus sommige diamanten zijn wat meer waard dan 1 per stuk. Dus het zou zomaar kunnen dat ik er nog maar 1 hoef te vinden en dat ze allemaal in één keer gehaald zijn, zeg maar. Oops.
Nou. Ik zou niet weten waar we zijn eigenlijk. Nee. Gevonden. Twee diamantjes en daar komt waarschijnlijk een gele uit. De waarde van 10 en hoppakee, compleet. Snel weg. En dan volgende level. Ik weet niet of je kijkt, Jess, maar het was tot 8 uur toch?